Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video over wat er nieuw is in Capture One versie 22. Want zojuist is Capture One 22 released, na nou een aantal upgrades en nieuwe functies die waren al bekend. En in deze video ga ik jou deze functie nog meer vertellen over wat er nu inderdaad nieuw is in Capture One 22. En we zitten inmiddels alweer bij Capture One 22 en dat... Voelt best raar, aangezien ik gisteren nog samen met Paul Steunenbrink heb zitten praten over versie 7 dat we daar ooit mee begonnen zijn. En voor degenen die denken van ja, dat is wel heel snel gegaan, klopt. Want Capture One is volgens mij vanaf versie 11 of 12 in één keer overgesprongen naar versie 20. En officieel de release nou, is het versie 15.00.0 uit mijn hoofd. Dus, nou, zo heel veel jaar is het ook niet, maar het voelt best wel weer als een heel gat. En voor degene die zegt van ja waarom je met Paul steunen, zitten te praten. Nou, samen met Paul heb ik gisteren iets opgenomen en dat komt volgende week donderdag op dit kanaal online. En dat is misschien gelijk even een mooi bruggetje om even nog de huishoudelijke mededelingen te doen. Namelijk, als je nog geen lid van mijn kanaal bent, klik hieronder op, op abonneren en druk op de belknop om op het hoogte te blijven als er nieuwe video's aankomen. Want we zijn met een heel plan bezig voor nog meer les- en trainingsvideo's over Catch One. Volgende week daar de eerste pilotversie van, waar ik heel benieuwd ben van wat jullie daarvan vinden. Mocht je een vraag over Capture One hebben, laat hier hieronder ook weten. En geef een duimpje omhoog als je een nieuwe video, of als je een leuke video vindt. En vergeet hem ook vooral niet te delen met vrienden en kennissen. Dat je denkt van nou, voor jou kan dit ook handig zijn. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Maar goed, dat waren even de huishoudelijke mededeling. Laten we snel aan de gang gaan om te kijken wat er nu nieuw is in Capture One versie 22. Dan nu de eerste grote nieuwe functie die eigenlijk al ja, veel gehinkt is in de campagne voor de nieuwe versie van Capture One, dat is panorama stitching. Hiermee maakt Capture One eigenlijk een beetje een, een, ja, een vreemde stap buiten hun stand. Want vroeger zeiden ze dat ja wij zijn vooral op rolbewerkingen en alles wat op pixels combineren en veranderd heeft. Ja, daar heb je andere software voor. Maar nu hebben ze toch gewoon ook gezegd, wij gaan ook ja, deze functie toevoegen. En samen met de HDR-functie waar ik zo meteen over ga beginnen. Maar nu gaan we even over de panorama stitching hebben. En ik heb gisteren even een aantal testfoto's buiten gemaakt. Die staan hier. En er zijn even een paar belangrijke side notes die je moet weten voor het beste resultaat. Ten eerste, gebruik een 35 mm lens of langer. Werk liefst vanaf een statief. Zorg dat je focus en je exposure gelokt zijn. Dus niet dat je exposure verandert of je focus tijdens het fotograferen. Zorg voor minimaal een 20 tot 40 procent overlap. En one, ja, het kan zowel verticaal als horizontaal als een combinatie daarvan. Dus je kan gewoon een boterkaas en aaien, de Brennerse methode, dat soort dingen kan je allemaal doen. Limiteer ze niet. Hij kan alles op die manier links, rechts, verticaal stitchen. Zorg ervoor dat uh, je light fall-off, dus inderdaad je finiteringscorrectie van je lens en dat soort dingen aanstaan. Want anders wordt je het moeilijker om hem te samen te voegen. Dus ik heb hier de foto's. Vervolgens doe ik rechter muisknop en druk op stitch to panorama. Nu krijg ik dit scherm en ik heb eigenlijk een aantal opties. Ik heb spherical, cylindrical, perspective en panini. En... Panini krijg je nou niet direct van zin in een broodje, maar dit is een nieuwe functie die eigenlijk ja, voor architectuurfotografie vooral handig is. Want hier houdt hij mee rekening met perspectieflijn, dat het allemaal verdwijnt en goed loopt. Zodra je de foto's ingeladen hebt, dan gaat hij nadenken. Het duurt even afhankelijk vanaf hoeveel foto's die je hebt en welke optie je hier gekozen hebt. En soms een klein beetje zoeken en kijken. Ik ben hier geen held in, er zijn andere mensen beter in, maar de functie zit erin. Um, terwijl er aan het rekenen is, dan kan ik gelijk nog wel even wat een en ander vertellen. De foto's worden samengevoegd tot een DNG die meer kan zijn dan 600 megapixel totaal in resolutie. Je kan hier met de scale kan je aanpassen 175, 50 of 25 procent. En hij heeft een maximum resolutie wat ik kan, pitch, of, uh, van, kan stitchen, moet ik zeggen, van 715 megapixel bestanden. Nou, ik zie nu plop dat hij mijn bestand hier heeft samengevoegd. En als ik hem in panini zet, dan zit ik op 187 megapixel. En op 25 megapixel kan ik op 11 zitten, op 5046 en op 75, 105 megapixel. Wij doen natuurlijk gewoon de max. En nu ga ik ook even kijken wat gebeurt als ik hem op cilindrical zet. Moet hij weer even opnieuw rekenen. En zodra je de preview gemaakt hebt, uh, duurt het 10 seconden tot en met 20 minuten voordat hij volledig alles gestitst hebt. Natuurlijk afhankelijk van hoeveel correctie hij moet doen en alles samen rekenen. En dit wordt zo'n een beetje heel hoog. Even kijken wat hij bij perspectief doet. En als je hier goed in bent, dan weet je gewoon wat je moet klikken. Maar ik heb gisteren gewoon maar even wat gedaan, zal ik heel eerlijk zijn. Dan ga even kijken wat leuk valt te zeggen. Hier heb je nu de juiste informatie voor. Dan gaan we terug naar Panini. Ik denk dat dit wel even een goed resultaat is. De staande lijnen lijken mij redelijk recht. Druk op stitch. Moeten we weer even wachten. Hij zegt ongeveer 5 seconden. Nou, dat zal ongetwijfeld langer duren dan 5 seconden. Maar we wachten het even twee tellen af. Zo, hij is klaar. De exacte tijd weet ik krok 2 minuten. Ik zal het hier onderin even plaatsen. Ik heb even de magische clip van internet gebruikt. Of in ieder geval van de televisiewereld of van YouTube. Dan gaan we eventjes kroppen. Een beetje een mooie foto wordt. En hier hebben we een prachtig mooie panorama foto. Die ik gisteren even snel hier buiten op de parkeerplaats van ons pand gemaakt heb, voor iedereen die zegt van hmm, vindt een hele bijzondere foto, ik weet het. Ik beweer ook niet dat ik een architectuur of pandenfotograaf ben, maar ik moest even snel wat hebben en dit hebben we ervan gebakken. Dan gaan we snel door naar de volgende functie. Dan zijn we nu aangekomen bij de tweede veelverzochte functie, de HDR-functie. En ja, ik heb hier weer een prachtig mooie demofoto voor gemaakt. Dat is deze, dat is de andere kant van het terrein hierachter. We zitten op een prachtig mooi industrieterrein, zoals jullie kunnen zien. En dit is de HDR-functie. En persoonlijk, HDR, ja, ik heb er niet zoveel mee. Ik gebruik het eigenlijk nooit, omdat uh, ja, als je weet met je hoe je kamer om moet gaan, hoeveel je dan uit je bestanden kan krijgen, dat is uh, niet normaal. Maar goed, er zijn mensen die willen graag HDR hebben. Het zit er nu in. Even de belangrijkste tips voor het gebruiken van HDR. En ik pak weer even mijn speakbriefje erbij. Nou, werk inderdaad in bracketing. Het beste werkt het met drie foto's. Gemaakt met twee stops onder en twee stops boven belicht. Werk vanaf een driepaal dat hij het max over mijn crane kan leggen, dat je de minste uh, align fouten kan krijgen. En uh, ja, dat is van de rest allemaal vrij standaard. Dan is het eigenlijk niks anders dan de kwestie van de drie foto's selecteren. Rechte muisknop en druk op Merge to HDR. Auto-adjust en auto-align en druk op Merge. En dan moeten we weer even twee tellen wachten. En ik zal inderdaad de precieze merge-tijd hier onderin even weergeven. Ik heb hier even een snel clipje gemaakt. En hier zien we de HDR-foto. Hij nou, doet stand al wat bewerking erop, maar je kan hem nog... Ja, Verder trekken als je wilt. Nou, dat Expose nog iets terugtrekken. Dan de blacks misschien nog iets open. Ja, en die kan je gewoon heel leuk. Ja, je HDR look foto mee maken. Uh, ik vind het best wel mooi natuurlijk eruit zien. Dus het valt mij alles mee. Het is niet. Ja, die over tonal contrast look, om het zo maar te zeggen, die ik echt verschrikkelijk. En ik denk dat er gerust heel veel mensen zijn die hier heel erg vrolijk mee geworden. Dus als je er eentje bent hierop zat te wachten. Uh, ja. Je kan nu over op Capture One stappen om nu ook dit te kunnen doen in. Capture One. De volgende nieuwe functie waar we het over gaan hebben is Wireless Tethering voor Kennencamera's. En dit is een functie die ik online nog niet heel veel gepromoot heb zien worden. Maar het is op zich best een leuke en bruikbare functie. Uh, het is momenteel alleen voor Kennencamera's en ik hoop dat dit ook binnenkort uitgerold wordt, bijvoorbeeld voor Sony of voor Fujifilm vooral. ...blijft Fujifilm jongen. Uh, Nikon had ook ongetwijfeld in de toekomst voorkomen, komen... ...maar nu is het alleen voor een aantal kennencamera's beschikbaar. Daarbij gaat het om de, en dan moet ik even heel professioneel spieken... ...de Canon R5, de 1DX2 en de 1DX3... ...waarbij wel gezegd wordt bij Fullsport uh, voor de meest optimale werking... ...zorg ervoor dat je de wifi-trigger erbij hebt... ...en uh, Preliminary Sport voor de R6, de Canon EOS R, de 5D, 4 en de 90D... En daar werkt mee. En een belangrijk ding hierin is, is dat het dus verbinding moet maken op hetzelfde wifi-netwerk. Ik heb het gisteren even getest. En toen zat ik in de LED-ruimte hiernaast. Alleen toen ik het net hier ging testen, toen had hij even wat moeite met verbinding maken. Omdat we hebben van die wifi-hotspot-kastjes. En daar zat hij op het kastje daar verbonden. Dat werkte perfect. Toen ik hier kwam, moest ik even opnieuw verbinding met elkaar werken. En toen werkte het goed. Zodra je verbinding met elkaar gemerkt hebt volgens de handleiding. Dan. Verschijnt hier al bij camera. De normaal gesproken staat er non. En zodra je hem verbinding hebt met wifi dan kan je dus je camera selecteren. En je kan dus de aanpassing doen aan je camera en als ik nu een foto maak, ga je het tellertje onderin plaatsen van hoe lang dit duurt voordat het binnenkomt, en nu zie je gewoon de volledige rolfoto verschijnen in capture one. En zonder de. Wifi-grip, ja, het duurt even. Voor mij persoonlijk, dat ik hier zit met de camera op mij, heb ik het gevoel dat het een eeuwigheid duurt. Maar volgens mij is het vijf of tien seconden, geloof ik, dat hij binnenkomt. En dat is ja. In principe zou het voor normaal gesproken met de portretsessie gewoon uh, volledig werkbaar zijn. En met de wifi-ding zou het nog beter moeten werken. Dan zou je volgens mij binnen twee seconden van het maken van de foto op je laptop moeten staan. En ik moet zeggen, ik vind het best een heel interessante functie. Want ik ben zo'n. Ja, Onhandig figuur dat de tel kamer, ik vind fantastisch. Alleen ik ga er wel eens op staan, ik struikel erover en gewoon dat je ja wireless kan werken op een werkbare manier. Want vroeger kon het ook wel, maar toen ja, duurde het veel te lang voordat foto's binnen kwamen. Ja, vind ik gewoon super leuk en interessant. En laten we zien wat de toekomst hierin gaat brengen. Dan de volgende nieuwe functie: dit is Auto Rotation, dit werkt op AI, dus Artificial Intelligence. En je moet hem af en toe nog een beetje helpen en trainen. Maar de eerste test die ik gedaan heb, werkte goed. En de Auto Rotation zorgt ervoor dat je automatisch ja je horizon en zo recht kan zetten. Wat kan je doen? Er zijn twee manieren om het te doen. Je kan een foto selecteren en dan Ops of Option of Alt R indrukken. Dan zet je hem recht. Dit werkt ook als je meerdere foto's tegelijk hebt. Wat je ook kan doen is een foto pakken en dan hier bij Rotation en Flip... Op het uh, magic wand, dus op het toverstafje drukken. En dan zet hij hem ook een soort recht. Nou, bij deze doet hij het nu dus niet goed, want ik denk dat het model al recht is. Maar als ik bijvoorbeeld deze pak en ik zet... Dan zet je die gewoon alles net even wat rechter en goed neer. En zo zeg, het is een nieuwe functie, het is AI. Dus je moet af en toe een beetje helpen in het trailer om nou te vertellen waar je op moet letten. Maar het is in principe een functie die leuk en nieuw en goed werkt. We zijn nu bij het laatste gedeelte aangekomen, uh, de UX en performance improvements. Er zijn een aantal dingen verbeterd, slash geüpdatet, wat kleinere dingen, wat tweaks en dingen. Uh, ik ga even snel doornemen met jullie. Als eerste, vooral voor de Windows gebruikers, of eigenlijk alleen maar voor de Windows gebruikers, zijn er een aantal catalog performance improvements. Onder andere uh, loading images within collections, 30% faster, dus het sneller laden van je beelden in de collecties gaat sneller. Collection filter counts are loaded in an optimized way, making them minimum readable. Oftewel, uh, als je met collecties werkt en met filters, dan zie je achterin altijd hier een nummertje staan. Nou, die wordt nu gelijk zichtbaar, of in ieder geval sneller zichtbaar. Dan activate in de filter, jung bla bla bla. Oftewel, op het moment dat je aan het inladen bent en je klikt en filter, aan worden de. Um, En dan als laatste, uh, when an image has been loaded once, it will be instantly ready to in any other collection. It is located in, Oftewel, op het moment dat je een beeld uh, geselecteerd hebt en het zit in een RAM, dat soort dingen in gaat. Bijvoorbeeld van de vier sterren naar de vijf sterren of naar op een woord opeen zoeken, dan is het er ook in, dan is je ook gewoon gelijk goed bewerkbaar en gelocate. Ehm. Uh, en zeggen dat deze nieuwe dingen zal een complete nieuwe experience voor je catalogus geven als je dit gebruikt met Windows. Dan nog wat algemene browsing en catching performance. Oftewel uh, je cache, RAM cache wordt beter gebruikt. En dat zal beter dat alles sneller werkt en laat. En een betere experience zal moeten geven. Dan als laatste een aantal general UX-improvements. En als je naar filters gaat. Dan zie je hier een aantal onderdelen waarop je kan selecteren. Maar als je hier nu op het plusje drukt, kan je dus aantal selectiemiddelen uh, veranderen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van ik wil op camera lens gaan selecteren of op uh, focal length. Die zet ik erbij. En nu staan deze als optionele selectiecriteria in je filters. Dan als je gaat importeren, dan is standaard de. Pick all die hier onderin staat uit. Dus het is niet gelijk dat alle foto's uh, geselecteerd zijn zodra je kaartje erin stopt. Zoals dus je nog oude bestanden hebt. je wil kijken welke dingen wil je importeren. Dan staat standaard pick all op uit. En het all variants is nu standaard verwijderd uit de default workspace. Om te zorgen dat je die niet per ongeluk uit kan zetten. En als laatste als je nu op exporteren drukt, dan krijg je een notificatie als je klaar is met exporteren. En je krijgt gelijk een linkje naar het mapje waar hij dus de foto's heen geëxporteerd heeft. je gelijk direct naar je exportmap kan in je Finder of Verkenner. Afhankelijk of je met Windows of met Mac werkt. Zo, dat zijn alle updates die nieuw zijn in Capture One 22. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als zo is, geef een duimpje omhoog. Hier beneden. Zoals ik een beetje aangekondigd heb. Waarschijnlijk komen in de tijd nog veel meer Capture One tip video's. Dus wil je meer leren over Capture Vergeet je niet hier onderin te abonneren op mijn kanaal. Heb je vragen over Capture Laat hieronderin weten. Geef een duimpje omhoog. En we zien jullie hopelijk graag terug bij een volgende video. En dat ook door hier te klikken. Of hier op abonneren te klikken. En ja. Ik zeg zeggen. Een hele fijne dag. Hoi hoi.